De Stefan. Ja. Ciao en ik heb gisteren een potje Rocket League gespeeld. Eentje? Okay. Wel meer. Ja, maar deze match onder andere. Deze was wel echt outstanding, hè? Was gewoon niet te geloven. Ja. Ah, ja. Oh, Robin, jongen. Je had je kunnen raken, Robin. Jouw kennen. Dus dit is even een replay van wat we gisteren hebben gespeeld. Oh, jongen. Ik kijk mee trouwens. Het begint al goed, hè? Kijk goed. Ja. Ja, het is veel in de front. Het was hier bijna volgens mij. Ja, maar. Zoals je kan zien, heel veel stress. Scoort hij nou gelijk hier? Ja, hij scoort. Dat was de eerste goal, dames en heren. Nou, het begint goed, toch? Het begint goed. Dat was een lekkere goal, hè, Stefan? Ja, zeker. Ik vind wat vind je ervan tot nu toe? Ik vind het een gewoon spelletje. Niks bijzonders eigenlijk. Nee, inderdaad. Nou, wacht maar. Wacht maar. Bijna je eigen doel. Van Fat Boy. Fat Boy. Dat was een beetje hoor, dat was echt een rare. Ja, we bleven maar met hem spelen. Dat is echt vaagelijk. Hij vond hem, wat dan? Misschien was het gewoon wel leuk om met jullie te spelen. Ja, zo kan. Wat wist je zo'n teamgenoot dit dan uit te houden? Inderdaad. We zeiden al, ja, waarschijnlijk is het echt zo'n Fat Boy, weet je wel, zo'n verwend nest. Ja, zo'n beetje Twitter. Ah, dat is een beetje jammer niet, joh. Ja, hè? Nee. Maar kijk. Oh, ja, dat is ook niet... Scoorde ze hier nou? Ik weet het helemaal niet. Maar het lijkt wel... Fat Boy. Nou, 1-1. Ja, nou ja. Het is een spannende wedstrijd. Maar het zijn nog begonnen, dus er kan nog van alles gebeuren, dames en heren. Het zijn nog begonnen. Hey, zie jij die tijdlijn onderin staan in beeld? Nee. Oké, goed zo. Goed, dit is dus een replay dat we bekijken en ik kijk eens via TeamViewer naar Robin toe. Ja, zeker. Naar Robin toe, wat? Nederlands. Ja. Oh, en toen ging ik kapot, dan ging ik helemaal dood. Oh, Robin! Oh ja, dat was, was het bijna. Scheelde niet veel, hè? Daar baalde je. Daar baalde ik, ja, inderdaad. Oh, wacht even. Hoe is het? Dadelijk gebeurt echt een paar keer gewoon precies hetzelfde, volgens mij. Of was er een andere? Ik weet het niet meer. We zullen zien. We gaan het zien. Ja. Ah, jullie hebben gisteren gespeeld, joh. Weet je nog wel. Nee, ja, we hebben gisteren zoveel gespeeld. Ja, we hebben echt wel veel gedaan. Oh. Heb ik gisteren veel gedaan? Ja, en dat was weer een doel? Nee. Want ik deed de Stefan Savior. Savior boy. Dat is het altijd. Wil je net schieten en dan komt er weer iemand van links of van rechts of van achter of van voor. Voor degene die van boven. Oh, sorry Joe. En dat duurt jou aan de kant. Voor degene die nog niet was opgevallen. Oh, wat? Dit was een 2 tegen 2. Ja. Oh echt? Oh! Ik dacht al, wat doen die andere twee dames? Zijn die andere geweest of zo? De mensen die er niet zo... Oh, wat dat was... Dat was een prachtige boy van Fat Boy. Prachtige boy, prachtige goal bedoel ik. Die was wel in shape, hè? Mm-hmm. Nou... Opa. We zijn op 2 minuten 16, nou jullie scoren nog. Ja, dus op zich is er nog niet echt heel iets bijzonders hier, hè? Nee. 2-1 op 2 minuten 10, ja. Nee, het is allemaal nog wel heel standaard. Oh. Ja, dit dan. Nou, ah, hier zei ik van, nou JL, ik zag wat je deed. You tried, oké? Okay? Je probeert. Ja, even dan maar even een mooie replay in, Robin. Oh, kijk wat een prachtige goal, hè? Zit hij? Holy shit. Wat een prachtige goal. Je ziet mij gewoon echt een vreugde salto op zijn... Zij pirouette in de lucht. Salto van op zijn zij. Was het niet de pelikaan dansen zo? Ja. Sjonge joh. Oké, weer een mooie set. Oh, gel. Oh, bijna. Bijna. Op dit moment werden mijn oren aan het poppen door het geschreeuw. Van jezelf of van mij? Van ons allebei. Ja. Dat ging er wel een beetje heftig aan toe, inderdaad. Ja, dat was een mooie tijd. Oh, kijk, mooi prachtige center. Kan Robin daar wat mee doen? Oh, daar had je al wat mee kunnen doen. Want er zat een meneertje voor! Nee, jij zei niks. Volgens mij, ik weet zeker dat ik oh zei. Ja, maar ik waarschijnlijk ook. Maar goed, er is nog niks aan de hand. Hij is nee, er is toch niks aan de hand. Het is nog een normale game. Het staat 3-2, hè? De tijd dringt nu wel een beetje, hoor. Ja, inderdaad. Ja, jullie moeten echt maar wel scoren. En nu hadden jullie een beetje stress van, dan gaat de verkeerde kant op. Maar goed. We moesten scoren. Oké. Oké, nou. Komt hij in de center, geloof ik? Nee.
toch niet. Oh, maar, okay. Kon er maar, hier maar wat mee doen? Kon ik er wat mee doen? Ik kon er wat mee doen! Oh! Die zaten we laten proberen, hoor. Nu kunnen jullie toch nog wat van leren, hè? Hé, hey, ja, ja. Hé, hey, inderdaad. Ah, ja, Robin, als ik nou dat van jou leer, dan... Wat doet Jerry? Inderdaad, hij stond daar volgens mij te chatten met die fat boy. Oh ja, dat, inderdaad, ja, 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 dat was ook een beetje aan de gang, ja. Okay. Ja, oh. Jammer dat... Oh! 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 Te laat. Oh! Jammer dat we de chat niet kunnen zien. Inderdaad. Oh. Boom. Oh. Oh. Ja, dat is prachtig hoor. 20 seconden nog. Ja, dat... dit was erg hoor. Kijk, gingen ze... Wat ja, gebeurde hier? Oh, jammer. Oh, en... oh, de save en de goal. Ja. Dus jij hebt verloren. Ja, kijk. 4-3. Oh. Shit. We hebben nog maar 12 seconden. Kunnen we dit goed maken? Nee, dat gaat gewoon niet. Dit is... gaat het niet vrij, we hebben verloren. De meeste mensen hadden het nu al opgegeven, zeg maar. Maar nee, wij gaan door tot het laatste moment! 10 seconden! 4-4. Oké, jongens, het ziet er nou uit dat we naar de overtime gaan. Alles is goed. We kunnen nog terugkomen, hè? We kunnen nog terugkomen. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Niks aan de freaking hand. Wat doet die? Op de laatste seconde. Scoort meneer Jael. Oh, jongen. Oh, kunnen we dat even terugzien in de replay, dames en heren? Een echte Robin play. Nee. Kijk. Je raakt hem ook gewoon. Gewoon 0 seconden over. Die fatboy zelf zei hij, dank jongens. Ja, dat zei hij inderdaad. Oh, dit is gewoon erg, Jael. En Robin staat er op het einde bij van... Ja. Ja, en nu? Ook op de 0 seconden. Ja. Oh, stok. Prachtig, Charles. Nou. Ik vond het een prachtige goal als hij in de tegenpartij zat. Inderdaad. Ja. Maar jongens, bij deze, ik wil even aankondigen. Ik stop met koffiehuis en cups. Ik ga mijn computer verkopen. Meteen helemaal.